Helemaal welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag neem ik je mee in mijn zaterdag. Ik sta hier in de winkel. De winkel gaat zo meteen open en het is eigenlijk een speciale gelegenheid. Want de winkel in Galmare bestaat een jaar. Bijna een jaar geleden opende ik mijn winkel hier. En ondertussen ben ik al super veel gegroeid. Is er zoveel veranderd. Heb ik echt heel veel geleerd. Heb ik nu ook een huis gekocht samen met mijn vriend met een winkel aan. En verhuis ik daar dit najaar in, na de verbouwingen en zo. Dus dat maakt het wel echt gewoon heel tof. En ik ga jullie een keer een rondleiding geven door de winkel, zodat jullie zien wat er hier allemaal te zien is. En ook wat ik heb voorzien voor de feestelijke gelegenheid. Als we binnenkomen is dit mijn etalage. Ik heb die zelf in elkaar gestopt. Ik vind het echt heel leuk geworden. En voor het feestweekend heb ik koekjes laten maken. En die heb ik hier op een plateautje gezet. Ik heb ook wat snoepjes toegevoegd. En ik heb ook nog zelf een citroen-gemberdrankje. Maar dat moet ik hier nog even zetten. Dan hebben we hier de nieuwe collectie. Eigenlijk de nieuwe collectie is doorheen de winkel verspreid. Maar hier is al veel nieuwe leuke stuks. Ook nieuwe riempjes, broeken, van alles en nog wat. Ook allemaal nieuwe leuke kleurtjes. Echt heel vrolijk. We hebben ook een nieuwe levering van schoenen gehad. Dus dat staat hier een beetje verspreid door de winkel. Dit is hier wat pulletjes en zo, want uiteindelijk kunnen we dat ook nog wel gebruiken. Koningsblauw is een kleur die we echt heel veel gaan zien dit seizoen. Dus heb ik hier wat kleedjes en broeken en zo in die kleur. Het staat ook allemaal op de webshop. De roze tinten. Zo wat geel bloemetjes, lila. Dat zijn ook super leuke rokken. En bloemetjes. De kast met al onze haarspelden. We hebben echt heel veel haarspelden en haarbanden. Hier hebben we nog meer vrolijke kleuren. Ons blauw rekje met een super toffe print. Echt een heel tof kleedje. Zo. Onze schoentjes staan hier ook. Dat zijn er zo nog wat laatste stuks en stuks van de wintercollectie, maar die wel nog gaan voor dit seizoen. En hier heb ik zo wat zomerse stuks al verzameld. En dan hebben we hier onze reo met, of onze etalagère met onze beautyproductjes. Zo. Nieuwe ringetjes komen ook allemaal op de webshop online. Heel tof. En dan wat oorbelletjes. En de kassa staat mijn meubel van Malo Wills. Naast de winkel verkoop ik ook make-up producten. Ik werk daar ook nog voor. Ik werk nog 24 uur als marketeer bij Malo Wills. Dus vandaar die match. En de producten zijn gewoon super fijn. De mascara en zo dat ik nu op heb is ook allemaal daarvan. Afgelopen weekend bestond de winkel een jaar. En het is echt super gek om te bedenken wat er allemaal al gebeurd is. Ongeveer 2,5 jaar geleden ben ik de webshop gestart. En dan is er een winkel bijgekomen. Eerst een kantoor, dan een winkel. En ondertussen zijn de volgende plannen, staan die alweer op de agenda. En het leek mij leuk om nog een beetje een inkijk te geven in wat er de komende maanden staat te gebeuren. Dus dat wou ik nog eventjes toevoegen aan de video. Mijn doel van 2023 was om online te groeien. En ik ben daarvoor elke keer kleine stapjes aan het nemen. En een van die projecten is onder andere de webshop vernieuwen. De webshop heb ik 2 jaar geleden zelf gebouwd en zelf in elkaar gezet. En ja, die ziet er eigenlijk wel heel tof uit. Moet ik zeggen, straalt volledig rooskleurig uit. Maar de webshop is allesbehalve gebruiksvriendelijk. Ik vind hem soms zelf ingewikkeld, dus dat kan beter. Dat ga ik nu laten veranderen. Kan het online groeien alleen maar verbeteren. Ook plaats ik nu elke week op woensdag 18 uur nieuwe collectie of nieuwe accessoires. En dat tempo wil ik zeker blijven volhouden.
Het is voor iedereen eigenlijk dan heel duidelijk dat er op woensdag 18 uur gewoon nieuwe stuks online staan. Het was in het begin echt zoeken van welke dag past voor mij het beste. En nu heb ik daar eigenlijk wel een soort van routine in gevonden. Hoe dat ik mijn fotoshoots moet plannen, hoe dat ik mijn stok kan beheren, enzovoort, enzovoort. En ja, er staan nog heel veel projectjes op de planning om de webshop te doen groeien, maar... dat is eigenlijk de komende periode wat er gaat gebeuren. Maar het grootste project is eigenlijk wel de nieuwe winkel. Het huis dat mijn vriend en ik gekocht hebben om die klaar te krijgen. Daar gaat echt veel meer ruimte zijn om alles te kunnen doen hoe ik het wil. Dat gaat zowel helpen om de winkel te doen groeien, maar ook om de webshop te doen groeien. En dat is echt wel een van de grootste projecten van de afgelopen maand. Ik krijg in de winkel ook heel veel de vraag van... wanneer kan je erin? En dat is pas in juni. Dus vanaf juni kunnen we erin. Gaan we kijken wat we allemaal gaan doen. We hebben daar eigenlijk op dit moment nog geen plan voor. Ik heb voor de winkel wel een heel, een hele PowerPoint gemaakt met wat ik wil. Maar ik heb nog geen tijd gehad om dat echt te concretiseren. Ik weet al in mijn hoofd wat ik wil. Ik heb dat al op papier gezet. Maar de uitwerking is er nog niet. Dus dat komt zeker nog wel. Wat ik zo leuk vind eigenlijk aan de winkel en de webshop is dat het heel veel verschillende rollen en taken zijn. De ene kant ben ik zo echt met mijn marketing achtergrond echt aan het werk. Nieuwsbrieven opstellen, social media, strategieën bedenken. En dat is eigenlijk vooral op de computer. En langs de andere kant is het echt zo, ja, het fysieke winkel. Dus collecties uitpakken, met klanten praten, klanten helpen. Dat is echt ook echt super tof. En het is heel leuk om die twee te hebben en die in combinatie te brengen met elkaar. Dat maakt het echt wel zo iets dat ik gewoon heel graag doe en waar ik veel afwisselingen heb. Wat dat wel belangrijk is voor mij. En ik ben echt heel blij met hoe dat alles aan het gaan is. Ik wil jullie daar uiteraard ook voor bedanken, want... ik weet dat er ook heel veel klanten zijn van mij die gekomen zijn via mijn YouTube-kanaal. Die het zo zijn beginnen leren kennen en het zo aan het doorvertellen zijn. Mijn YouTube-kanaal heb ik zelf echt al jaren. Het is echt geëvolueerd van een beauty-kanaal naar een lifestyle-kanaal. En ik neem jullie echt super veel mee achter de schermen. Ik denk soms zelf dat ik iets te veel deel. Maar dat is... iets waarvoor jullie mij kennen, hoe dat jullie mij zien evolueren en wat ik zeker de komende periode nog doen. En ik wil jullie daarvoor enorm bedanken om mij te steunen tijdens het proces. En dan ga ik de video hierbij afsluiten. Ik wil jullie bedanken om te kijken en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!